daar zijn we weer met deel 2 van mijn video over het vissen vanuit de bellyboot op snoek. Volgens de methode die ik heb ontwikkeld. En waar ik in het eerste deel van deze video heb geprobeerd uit te leggen hoe de techniek in elkaar steekt. En hoe ik in ieder geval zelf heel succesvol ben met deze manier van vissen die ik heb ontwikkeld. Zoals ik had beloofd in deel 1, zal ik vandaag proberen om iets in deze video uit te leggen over de materialen die gebruikt worden bij deze manier van vissen. Of die je zou kunnen gebruiken. En dan is natuurlijk om te beginnen de hengel wel zo'n beetje hetgeen wat bovenaan het lijstje staat als je wil gaan vissen. En als ik terugdenk aan mijn manier van vissen zoals ik het ooit ben gestart. En dan praat ik over het vliegvis op snoek, want ik heb in het verleden ook op andere vissoorten en ook op tropische vissoorten gevist. Maar het gaat hier over snoek. En ik ben begonnen een aantal jaren geleden, een jaar of 10, 15 geleden, met het vissen met een 8-hengel. Zoals je weet worden die hengels opgedeeld in afmaakklasses. En ik denk dat het allerlichtste wat je... Ja, je kan eigenlijk alles gebruiken, maar wat ik zou gebruiken of zou adviseren is een 7-hengel. Maar dan ben je redelijk beperkt in het casten van wat grotere streamers. Het lukt allemaal wel, maar het zal toch niet makkelijk gaan. En zeker niet als er wat wind staat, of zijwind met name. Dus ik ben destijds begonnen met een 9-voets, een 2,70 meter hengel in de AFMA 8 klasse. En die gebruik ik vooral van de kant af. En daar heb ik het eerste jaar ook mee vanuit de bellyboot gevist. Nou, vanaf de kant allemaal geen enkel probleem. Vanuit de bellyboot leverde het wel wat dingetjes op die ik al snel merkte dat het beter zou kunnen. Maar goed, het kan allemaal wel met een 8-hengel. Sterker nog, tijdens het snoekvissen heb ik destijds ook eens een keer een enorme meerval erop gekregen. Een totale verrassing, want ik was er totaal niet op aan het vissen. Maar in een van mijn filmpjes die je kan terugvinden op mijn YouTube-kanaal... Daar kun je zien hoe ik een meerval van 1,93 meter, zo'n 55 kilo, per ongeluk tijdens het snoeken op de vlieghengel kreeg. En die ook nog succesvol heb kunnen landen en dat met name met een 8-hengel. En op zich is die 8-klasse ook niet zo'n probleem, want als die snoek er goed aan zit, of nou, in dit geval die meerval, is een 8 misschien nog wel veiliger, vooral bij hele grote vissen, als een wat zwaardere hengel. Omdat die wat beter dempt en omdat er wat minder spanning op komt te staan. Maar dan moet ik er wel gelijk bij zeggen... Dat geldt alleen maar als je goed een haak kan zetten. Maar als die haak er echt goed in zit, is die 8-hengel geen enkel probleem. Maar na die 8-hengel ben ik gegaan naar een 9, omdat ik toch merkte dat het zetten van een haak problemen opleverde. Er zijn periodes in het jaar dat die snoek wat minder gretig is en dat die vaak tegen die streamer stoot of het allemaal voorzichtig beetpakt of dat ze met, ik zeg wel eens, met mes en vork eten. En die 8-hengel die wilde toch niet echt lekker een haak zetten. En ja, daar zit ook wel een belangrijk probleempje in de bellyboot. En ik krijg wel eens opmerkingen dat als ik met zware hengels vis van de traditionele broeders, waarom een 9 of een 10 of zelfs nog wel zwaardere hengels? Ik denk niet dat die hengel nodig is om die vis te kunnen landen. Hè? Want als je een vis van 55 kilo kan landen, dan is het eigenlijk niet eens nodig om zulke zware hengels te gebruiken. Maar wat een belangrijk verschil is, als je vanuit een bellyboot vist ten opzichte van het vissen van de kant af, is dat je beperkt bent in wat men noemt strip striking. Dus op het moment dat ik een aanbeet krijg, dan moet ik die haak zetten. Sta ik van de kant af te vissen, dan zal ik die haak zetten door aan de lijn te trekken. Maar in een bellyboot is het eigenlijk al net als dat ik hier op zo'n stoeltje zit. Je kan niet, zeker een bellyboot met een bredere rugleuning zoals ik die heb, is het gewoon heel lastig om een haak te kunnen zetten door stripstrijking te doen. Want je komt met je ellebogen en je armen tegen die rugleuning aan. Dus krijg je eigenlijk een combinatie. Als ik een tik krijg op die lijn, wil ik een aanslag doen. Dit kan niet, dus moet ik die aanslag doen door die hengel omhoog te trekken. En ja, daar zit nou net het punt wat je krijgt met een relatief zachte hengel zoals een 8. En dan met name parabolische hengels die ik hartstikke leuk vind om te gebruiken.
ja, dan ga je gewoon die haak, daar kun je geen kracht op zetten, er gebeurt niks. En ik gebruik dus die zwaardere hengels niet zozeer om veel grotere vliegen te kunnen casten. Ik gebruik ze ook niet om een grotere vis te kunnen landen, want dat lukt me ook wel met een lichter hengel. Nee, ik heb hem echt nodig om die haak goed te kunnen zetten door een aanslag. En zoals je dat ook zou doen als je bijvoorbeeld met een pennetje op karper vis, hè, dan moet je echt ja, vanuit de hengel die aanslag kunnen doen. Nou, dat geldt in dit geval ook. Dus ja, ben ik in eerste instantie gaan vissen met een 8 hengel. Daarna ben ik gegaan naar een 9. En uiteindelijk, dit zie je heel vaak voorbij komen in mijn laatste video's. Ik zet ook vaak de materialen die ik gebruik achteraan de video erbij. Maar ik vis inmiddels met een 10 hengel. En ik denk dat dat voor mij ook wel zo'n beetje de ideale afmaakklasse is. Een 10 hengel. Ik zou het liefst een 10 hengel hebben in een 9 voets, of sorry, in een 8 voets uitvoering, in 2,40 meter. Maar ja, die heb ik tot nu toe niet naar mijn zin kunnen vinden. Dus ik gebruik nu een 9 voet. Afmaat 10 klasse. Ja, daar hoort dan uiteraard, omdat je ook wat backing nodig hebt, een relatief forse reel op. Hè, want je moet toch minimaal die 30 meter vliegenlijn kwijt kunnen. En ik zou altijd wel adviseren om daar een minimaal 50 meter backing achter te zetten. Want je weet niet wat er gebeurt. Je kan een grote vis in zijn zij raken, je kan er een karper aanslaan in zijn zij. Nou ja, ik heb het geintje gehad met die meerval wat ik je verteld heb. En zo'n vis, als je kijkt naar het filmpje van die meerval, die pakt gewoon in de eerste 10 seconden die 30 meter lijn eraf en dan zit je al aan je backing. En in een bellyboot is dat nog niet zo'n probleem. Want je kunt ja, mee gaan peddelen, maar het is niet alleen een veilig gevoel. Het is zeker ook als je niet vanuit een bellyboot vis, gewoon verstandig om er voldoende backing onder te zetten. En dan ben je in ieder geval zeker dat als die vis van je afgaat, dat je nog kans maakt om hem te landen. Dus in mijn geval, dit is het hengeltje wat ik het meeste gebruik. Maar ik moet je wel bij zeggen dat ik heb dit gekocht en ik had er kort en al spijt van, want het is van een merk waar toch wel wat nadat ze aan zitten, die rail bijvoorbeeld, heb ik moeten laten aanpassen. Omdat de lijn bij het strippen in het kunststof waar die rail van gemaakt is schuurde en daar kwamen gewoon groeven in. Dus daar heb ik een roestverstaald stukje op laten draaien. Ja, dat is eigenlijk allemaal, zou dat bij een goed merk zoals dit niet nodig moeten zijn. Maar ik ben eens gaan kijken in een hengelsportzaak hier vlakbij me in de buurt. Want ik krijg vragen van ja, als je nou een andere hengel zou moeten kopen, wat zou je dan doen? En er is van alles te kopen in allerlei prijsklassen. Maar wat ik zelf een heel leuk ding vind is dit. Dit is een guideline hengel. Is een relatief goedkope hengel. Dit is een 9 klasse. Als ik nu een nieuwe hengel zou moeten kopen, zou ik waarschijnlijk dit, of in ieder geval iets zoals dit kopen. Want dit is een hele snelle hengel met een fantastisch mooie actie. En voldoende body om die haak stevig te kunnen zetten. En wat leuk is, het is ook geen gruwelijk dure hengel. Fantastisch mooi afgewerkt. En ik denk dat dat een uitstekend hengeltje is om te gebruiken vanuit de bellyboot voor de manier van vissen die we net hebben besproken, of voor de traditionele manier van vissen vanzelfsprekend ook. Nou, daar moet natuurlijk een reel op. Heb ik ook eens naar gekeken van ja, wat is er nu op dit moment te koop en wat is kwaliteit, waar zit een goede garantie op en waar kun je die, in dit geval, dit is een 9, hè, waar kun je, wat overigens een fantastisch mooi gemiddelde is om te gebruiken, zowel van de kant af als voor deze manier van vissen. Ja, daar hoort een reel op waar voldoende lijn op kan. Ja, hier heb je een bijpassende reel die voldoende, het is uiteraard een brede spoel waar je je backing op kwijt kan. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Hier heb je een klos met backing, een lekker trendy kleurtje en die spoel je erop. 75 meter is genoeg. En dan daar vervolgens een drijvende vliegenlijn op. Maar het leuke van zo'n reel als dit is dat je voor een relatief lage prijs koop je er een sperspoel, een reservespoel bij. En dan zou je kunnen overwegen, als je echt op heel diep water vist, pak een beet 5, 6, 7 meter diep, wat
in de winterperiode wel eens noodzakelijk kan zijn op bepaalde wateren. Dan kun je daar een zinkende lijn op zetten en zo'n spoel is heel snel te wisselen. Kun je gewoon doen terwijl je op het water zit of aan het water bent. En dan heb je de mogelijkheid om met één rail met twee verschillende lijnen te vissen. Ja, dus wat dat betreft zou ik zeggen echt een aanrader. Overigens, ja, deze rail zit gewoon een fantastisch goede slip op. Dit is echt verbaasd was ik ervan hoe soepel dat ding loopt. Dus je kan hem echt fantastisch mooi instellen. En niet dat dat nou zo heel belangrijk is bij snoek. Maar het is gewoon prettig als het mogelijk is. Want ik vis heel veel op de slip. Er zijn heel veel vliegvissers op snoek die het allemaal op de hand doen. Ja, dat kan allemaal. Maar als je echt een hele grote snoek erop krijgt, dan is het gewoon heel prettig als je niet al te veel lijn beneden je hebt liggen. Want dat kan ergens achter slaan. En op het moment dat zo'n snoek dan een schot neemt, ja, is het heel vervelend als het vast zit. En het kan niet weg. Dus ik gebruik de slip heel veel. En dan is het gewoon prettig als er een goede slip op zo'n rail zit. Overigens herinner ik me ook een oom van me waar ik ooit mee ging vissen. En die had zijn vliegenlijn gewoon los op de grond liggen. Helemaal niet eens een rail. Die had gewoon 20 meter vliegenlijn. De rest had hij niet nodig. Had hij eraf geknipt. Die stond te casten, stripte het binnen en liet het gewoon op de grond achter zich aanslepen. En rail vond hij allemaal maar onzin. Maar goed, ik denk dat het zeker in een pechboot niet op die manier moet gebeuren. Dus goede rail, leuke hengel. Ja, daar ben je voor relatief weinig geld sta je gesteld. Daar komt dan uiteraard een vliegenlijn bij. Nou, die zijn er eigenlijk ook in allerlei prijsklassen te koop. Ik heb er hier twee liggen die uitstekende lijnen zijn. En ja, ik kan je alleen maar zeggen, aan te raden, dit is iets goedkoper als dit. Het zijn allebei lijnen weight forward. Hè, dus men noemt het ook wel een torpedolijn, een lijn met het gewicht voorin. Dus als je relatief weinig lijn uit je top hebt, hè, dan kun je vrij makkelijk casten daarmee. Ja, en casten doe je toch. En ik moet erbij zeggen, dat is op zich wel even wennen. Hè, want als je met 1,5 meter leader aan het casten bent, heb je heel snel het gewicht uit je top. Vis je met 4,5 meter leader, wordt dat toch wel een ander verhaal, maar het is heel goed te doen. En ik heb heel vaak dat ik op een plek kom waar ik 2 of 3 keer eroverheen vaar, een snoek mis. En dan uiteindelijk toch besluit om te gaan casten op zo'n plek. Er zijn ook plekken waar je simpelweg niet kan slepen. Hè? In mooie hoekjes enzovoorts, daar kun je gewoon niet doorheen komen. Nou, ook dat zijn plekken waar ik op een wat afstand vandaan liggen. En dan lukt het me echt wel om, en weliswaar een stuk trager als met een korte leader. Maar als je er een beetje aan gewend bent, dan is het prima te doen om dan toch gewoon die vliegenlijn 25 meter weg te zetten. En ja, dan is het fijn als je een goede lijn hebt. Hè. Dus dit zijn twee geschikte lijnen. Maar op zich, omdat je relatief weinig cast, is dat niet zo belangrijk. Hè. Je kunt ook met een veel goedkopere lijn al behoorlijk succesvol zijn. Dus ja, hengel. Een 9-voets hengeltje. Het zou mooi zijn als er een 8-voet was vooruit de bellyboot in klasse 9 of 10. Maar ik heb hem niet kunnen vinden. Ik heb wel een 8-voet 9. Maar die is toch eigenlijk iets te zacht, vind ik. Dus de guideline die ik daar heb liggen, fantastische hengel. Prachtige rail erbij. Mooie vliegenlijnen. En ja, dan sta je helemaal gesteld. Ja, twijfel je en weet je niet of dat je het echt leuk gaat vinden. Is er ook wel een mogelijkheid om het wel simpeler te doen. Dan koop je een setje zoals wat ik hier heb. En dit is niet, dit is een 4-5, maar die is er ook te koop in een 8-9. En dat zijn ja, hengeltjes dat kost €115 of zoiets dergelijks. En dan heb je eigenlijk hengel, rail, lijn. En ja, dan is de basis is er voor heel weinig geld. En kun je heel veel plezier van hebben, zowel vanuit de bellyboot als vanaf de kant. Dus een setje is ook een mogelijkheid om dat aan te schaffen. Nou, dat voor wat betreft hengels, rails en lijnen. Hengels, rails en lijnen besproken. Ja, aan die lijn komt een leader. Die leader heb je nodig omdat je die vliegenlijn, ja, daar kun je niet zo een streamer aan knopen. En, nou, zoals ik uitgelegd heb, heb je ook die lengte nodig om de juiste diepte te kunnen hou als je met een drijvende lijn op dieper water vis. Ja, voor die leader kies je, tenminste dat zou ik doen, fluorocarbon. Ik ben begonnen met gewoon nylon, trilene gebruikte ik destijds. Maar
niet echt helemaal slijtvast. Eigenlijk relatief veel rek erop. En daarna heb ik een tijdje met dit fluorcarbon gevist. Prima spul, maar eigenlijk ook nog te veel rek. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat bij de techniek, dat wanneer je in een bellyboot zit en je kan niet strip strijken, maar je moet het van je hengel hebben, dan is elke rek is eigenlijk een nadeel. Dus het mooiste zou zijn als het hele systeem zonder rek zou zijn. Dit is een uitstekende lijn. Daar heb ik meer dan een jaar succesvol mee gevist. Ik gebruik nu de lijn die hier ligt. Die heeft veel minder rek. Stroft heet het materiaal, FC2. Minder rek, nog beter slijtvast, nog sterker. En vooral dat minder rek vind ik enorm van belang, zoals ik net heb uitgelegd. Ik heb zelfs een periode gehad toen ik veel missers kreeg. Dan krijg je altijd twijfel en doe ik het wel goed en kan het niet beter. Dat ik met Dyneema ben gaan vissen, maar ja, weet je, Dyneema is fantastisch materiaal, maar nul rek, prachtig. De beten komen door of dat je met je vingers in stopcontact grijpt, zo hard voelt het. Aanslag is ook directer, dus dat is allemaal wel een pre. Het nadeel is, ik vind het, en daar krijg ik gegarandeerd reacties op van mensen die het er niet mee eens zijn, maar mijn ervaring is dat Dyneema spul en andere gevlochten lijnen, wanneer het maar iets raakt, dan is het beschadigd. En dan komen er hafjes aan en dan is bij mij meteen het vertrouwen weg. En dat, ja, weet je, dat is gek, maar als het er niet goed uitziet, dan ben ik altijd bang dat ik de eerstvolgende grote snoek kwijtraak. Nou, dat risico wil ik niet nemen. En ik heb 2 sessies geprobeerd met Dyneema. Ik heb er niet 1 op verspeeld, ik heb ze erop gevangen. Fantastisch, maar wat ik zag is, een snoek legt soms in je schepnet, er gebeurt wat, het komt eens een keer langs een warteltje heen en dergelijke. Ja, en dan hangen er een paar pluisjes aan, geen vertrouwen in, meteen eraf. En uiteindelijk terug naar fluorcarbon en dat bevalt me uitstekend. Dus dat is ook hetgeen waar ik voor zou kiezen. Drijvende lijn, lange leader. En dan komen we bij de verbinding van de leader naar een onderlijn toe, want die onderlijn heb je nodig. Nou, kies daarvoor goede speldwartels. Is ook weer van alles in te koop. Ik heb ook daarin nog het nodige geprobeerd met wartels van allerlei merken en eigenlijk allemaal goed. Maar het nadeel is dat je er 100% op moet kunnen vertrouwen. En ik moet er eerlijk gelijk bij zeggen, er is niet 1 wartel die je 100% kan vertrouwen. Ze zijn allemaal sterk genoeg als je in ieder geval erop let dat je niet de allerkleinste kiest. Maar het probleem wat ik heb ervaren is dat wanneer je een snoek in een schepnet hebt zitten, dat ze, ja, daar zijn ze het meestal niet mee eens. Snoeken vinden dat niet leuk. En een snoek die niet helemaal 100% uitgedrild is, vooral grote snoeken, die komen in een schepnet en die beginnen te kop schudden en ja, proberen eruit te springen. En heel vaak willen wartels dan in het net grijpen en dat is een enorm risico. Want als een wartel in het net komt te zitten met een puntje wat uitsteekt of iets dergelijks, dan loop je het risico dat die snoek, ja, die heeft zoveel kracht, dat hij zich los, dat hij die wartel opentrekt. En als die dan uit je net weet te springen, ben je gewoon kwijt. Nou, dat heb ik 2 keer meegemaakt. En daar krijg je een kater van. Dus probeer ik de beste wartels te vinden die ik kan krijgen. En ik overweeg zelfs om daar een stukje siliconenslang of zo overheen te gaan zetten. Want recent had ik weer een wartel lopen met een snoek van boven de meter. Dat is een rotgevoel. Ik was die overigens niet kwijt, maar ik zag het toen ik hem aan het haken was. Want mijn onderlijn lag nog in mijn net en de streamer stond nog in de snoek. Ja, dat is een. Dan heb je echt het idee van, er gaat iets niet goed. Ik heb nu deze Gamakatsu wartels. Prima dingen. Eigenlijk als je ze vergelijkt, ja, dan lijken ze heel veel op andere merken. Het leuke van deze wartel is wel dat het staal is denk ik harder. Waardoor het, sommige wartels zijn heel snel, is de rek een beetje uit. Hè? Dus het veren staal wat ervoor gebruikt wordt is simpelweg niet kwalitatief in orde. Deze die is echt wel betrouwbaar. Maar let altijd op, als je een snoek in een schepnet hebt, je loopt het risico, tenminste in een bellyboot zeker, want ja, het schepnet hangt dan in het water. Hè. Schep je hem en je trekt hem in een gewone boot, ja, dan kan hij uit je schepnet springen en de wartel lopen trekken. En dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel, behalve dat hij zichzelf zal beschadigen. Maar in een bellyboot ligt het allemaal wat anders.
En dan is een goede betrouwbare wartel zoals deze, is zeker aan te raden. Nou, van de wartel gaan we naar de onderlijn. Ja, ook daarvoor zie ik op Facebook en andere social media van allerlei verhalen voorbij komen van mensen die overtuigd zijn van het een en de ander weer van het ander. Het belangrijkste is dat je iets moet gebruiken, en dat geldt in de breedte van alle materialen die we bespreken, iets gebruiken waar je vertrouwen in hebt. Want als je er vertrouwen in hebt, dan werkt het voor je. En waar ik geen vertrouwen in heb in ieder geval, is in fluorocarbon onderlijnmateriaal, hoe dik het ook is. Ik heb het geprobeerd met verschillende merken, gebaseerd op de marketing die op de verpakking staat. Alles wat zou moeten gebeuren, bleek in praktijk toch bij fluorocarbon niet helemaal de waarheid. Het is gewoon riskant. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zullen zijn die daar al jaren succesvol mee vissen. En dat gun ik ze ook van harte. Vooral blijven doen. Mijn ervaring is dat fluorocarbon niet echt betrouwbaar is. Dus ik kies er dan voor om voor staaldraadjes te gaan gebruiken. Nou, die zijn er in allerlei soorten en maten. En ze worden nooit of zelden, als je ze dik genoeg neemt, in ieder geval met voldoende trekker, doorgebeten door een snoek. Nou, dat is het allerbelangrijkste wat ik vind. En ze werken allemaal. Maar kies je kant-en-klare staaldraadjes, ja, dan is het wel van belang dat je kiest voor een goed draadje wat lang genoeg is. Nou, ik denk dat 35 centimeter is een prima lengte. Deze zijn 40. En ook daar, let op de speldwartel. We hebben net iets gezegd over die speldwartels. Nou, hier zit een goede speldwartel aan. Zijn goedkope lijntjes en die volstaan prima. Kleur hecht ik niet zoveel waarde aan. Deze zijn zwart, dat is wel het ideale. Maar ja, ik gebruik ook wel blanke draadjes en dat maakt geen verschil. Ja, het nadeel van staaldraadjes is wel dat ze, nou, ze hebben een geheugen, noem het maar zo. Dat betekent ze gaan kringelen. En sommige draadjes kun je heel makkelijk weer een beetje in vorm buigen. Je kan ook met een aansteker allemaal wat terugvormen. Maar er zijn ook draadjes zoals wat ik hier heb. Ja, dat is schitterend materiaal. Titanium draadjes. Ze kosten nogal wat. Ik denk dat niet helemaal terecht is. Maar goed, het is wel fantastisch spul. Hè? Dit draadje zal, net als andere titanium draadjes, vrijwel geen geheugen hebben. Dus ze kinken niet. En ze gaan dan ook vrij lang mee. Ja, en dan kun je ook overwegen van, kies ik hiervoor wat goedkoper is, maar regelmatig vervangen moet worden. Of kies ik voor een draadje wat geen geheugen heeft, niet vervangen hoeft te worden. Tenzij je natuurlijk een draadje verspeelt. Nou, dat gebeurt in een bellyboat zelden, want je kan er eigenlijk bijna altijd wel goed bij om het, als het ergens aan vast zit, weer los te krijgen. Dan denk ik dat dit gewoon een voordeel is, want je doet er veel langer mee en je hoeft hetzelfde te verwisselen. Dus mijn voorkeur, titanium. Ja, en dan van een staaldraadje gaan we naar misschien wel het een van de belangrijkste dingen, want dat is uiteindelijk toch de business end, zoals men dat noemt. En dat zijn streamers. Ja, streamers is een bijzonder verhaal. Ik ben, toen ik begon te vissen op snoek, waar ik ooit in mijn jeugd, ik ben inmiddels 60, dus ja, laten we zeggen 50 jaar geleden met levend aas viste en toen de tijd nog met snoekkettingjes. Ja, je kan het geloven of niet, hè? Jongeren zullen het totaal niet herkennen, maar dat waren gewoon simpelweg kettingjes van een fijn soort. Die hadden een bepaald gewicht, die hielden dat aasvisje beneden. Nou, daar zat een drijvertje boven, soms met één of twee volgdrijvertjes om te kunnen zien of dat die snoek het geslikt had of aan het slikken was en waar die naartoe zwom. Ja, dat is allemaal uit de tijd, maar vanuit die historie had ik eigenlijk altijd wel het idee dat als je met iets vist op snoek, dat het op een visje moet lijken. Dus ik ben ooit begonnen met streamers in natuurlijke kleuren. Ja, dus met dit soort streamertjes die ik destijds gebruikte. Ik weet dat met name in de wereld van vliegvissers er mensen zijn die uren en uren kunnen binden op streamers. Je mag het gerust weten, ik heb echt de schurft aan het binden van streamers. Ik vind er niks aan. Maar ja, ik doe het toch. En met name omdat ik iets wil maken wat, nou, ik vind het leuk om met zelfgemaakt materiaal te vissen. Maar ik heb ook het idee dat als ik het zelf maak, kan ik het aanpassen zoals ik het zelf wil.
Nou, ik ben ooit begonnen met dit soort streamers. Nou, wat je kan zien is, dit is een bucktail streamer met een zonkerstrip erachter, een stukje konijnenbont. Nou, dat neemt wat water op, dat wordt dan soepel in het water en nou, ik was daar best wel succesvol mee. Alleen, wat opviel is dat je hebt periodes in het jaar, en dat is met name zo midden zomer en ook, hè, we zitten nu in de herfst, in die herfstperiode, veel aanbeten, maar ook veel missers. Ja, dan ga je denken van hoe kan ik die missers toch verzilveren. Nou, als ze dit niet pakken, dan kun je gaan denken van ja, dan waarschijnlijk hangen ze dan aan die staart. En dan daar zit geen haak, dus daar moet eigenlijk een haak zitten. Nou, dan ga je het soortgelijk streamertje maken, maar dan met een stingerhaak erachter. Dus eigenlijk een tweede haak die voorkomt dat als ze in die staart pakken, dat ze dan gemist worden. Nou, dit is best wel een oplossing daarvoor. Maar het heeft ook een enorm nadeel. En als je kijkt, dan heb ik eigenlijk pas sinds kort gebruik ik een schepnet of een landingsnet om die snoeken in de laatste fase. Daarvoor pakte ik ze altijd met de hand en met de kieuwgreep, zoals de meeste snoekvissers die zeker zullen kennen. Maar het grote nadeel van stingerhaken is dat als die het hier pakt, dan hangt deze haak er buiten en andersom, als die pakt, hangt die er vaak buiten. Nou, heb je een snoekje van 50 centimeter, is dat niet zo'n probleem. Die pak je beet en die pak je gewoon achter zijn oren. En dan, ja, dan schudt hij misschien een keer, maar dan knijp je wat harder en dan is er niet zo'n risico. Maar pak jij hem in de kielgreep en er hangt één zo'n haak achter en hij begint te schudden of hij schudt zich los. Ja, dan loop je een enorm risico dat zo'n haak in je vingers of in je hand of in je pols terechtkomt. En dan is echt de lol van een visdak er meestal wel af. En zomers is het nog niet zo heel erg, want ja, daar kom je dan altijd wel, hey, je kan het losknippen en probleem opgelost. Maar in de winter blijft het vaak heel lang bloeden en ja, dat is gewoon lastig, alles komt eronder enzovoorts. Dus stingerhaken, dat werkt, maar niet echt ideaal wat mij betreft. Als je daar aan nadenkt over missers, ja, dan komt al snel de discussie over, je hebt natuurlijk het verschil tussen missers en lossers. Wat ik in die periode, die lastige periode van zeg maar na de zomer en de herfst, met wanneer er nog voldoende levend aas in het water te vinden is voor die snoek en waardoor ze eigenlijk niet echt hongerig zijn, is het heel vaak zo dat je dan begint te twijfelen aan je haken. Want als je een zogenaamde 3-seconden drill hebt, dus dat wil zeggen je slaat er een aan, hop, en hij is weer los, ja, dan denk je snel van nou, mijn haak is niet scherp of mijn haak is niet goed enzovoorts. Nou, weet je, ook daar heb ik periodes gehad dat ik echt van alles en nog wat heb geprobeerd. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik ben altijd, de eerste jaren heb ik met deze haak gevist, 6-0. Ja, het lijkt als je ze uit de verpakking hebt en je hebt er een streamer mee zitten, een vleeshaak. Prima haken. In die periode van twijfel ben ik met partridge gaan vissen. Ik heb verschillende andere merken geprobeerd. Traun River ben ik wel van gecharmeerd, gebruik ik overigens heel graag. Eigenlijk vind ik bij al die haken maar één ding van belang, is dat wanneer ik zo'n haak heb, dan verbaast het me eigenlijk altijd dat die haken zo weinig naar binnen staan. Dus eigenlijk op het moment dat jij er een lijn aan hebt zitten of een wartel naar je staaldraadje toe, je gaat er aan slaan, wil die altijd achterover kantelen. Nou, bij deze haak is het eigenlijk nog wel heel erg mooi dat die iets naar binnen gezet is. Maar kijk je naar dit of naar deze, zijn fantastische haken, maar het zijn limerick haken. En ik heb het idee dat het zo is dat je toch meer kans van inhaken hebt als zo'n haak iets meer gezet is, waardoor er meer kracht rechtstreeks op de punt komt te staan, in plaats van dat hij het risico loopt dat hij gaat kantelen. Nou, bij deze haak doe ik het niet, maar kies ik voor zo'n gamakatsu of zo'n partridge haak, dan wil ik eigenlijk altijd hier even een tangetje zetten en dan knik ik hem iets naar binnen, waardoor de punt iets meer richting het oog van de haak staat. Ga niet heen en weer buigen, een beetje meer, een beetje minder, want uiteindelijk loop je ook het risico dat je daardoor een haak gaat verzwakken, maar ik durf hem altijd wel een klein knikje te geven met een tangetje die ik net boven de bocht zet, waardoor ik hem iets naar binnen knik en ik moet je zeggen, dan
heb ik er meer vertrouwen in. Het is nooit te bewijzen, want je weet nooit wat er gebeurt dat als dat niet, dat setje niet gegeven was. Maar mijn gevoel zegt dat het beter is om die haken een klein beetje te zetten. Nou, met stingerhaken gebruikte ik altijd 6-0 in combinatie met een 1-0 haak erachter. Maar ja, zoals ik net al zei, stingers gebruik ik eigenlijk niet meer. Dus gebruik ik nu haken nummer 6-0. Als we terugkijken naar het verhaal van missers en de 3-seconden drills, oftewel lossers. Ja, dan is waar dat die haak gezet wordt in je snoekerbek wel gewoon heel erg van belang. En daar heb ik een tijd lang over nagedacht en meerdere dingen geprobeerd. En voor mezelf, maar ook daar zullen een hele hoop mensen die mee eens zijn, doet ermee wat je wil. Ik heb het idee dat natuurlijke materialen, hè, dus allerlei soorten haren, veertjes en dat soort materiaal, konijnenbont, bucktail. Ja, we hebben het hier, ik heb hier die zonkerstrips. Nou, echt een super mooie actie. Nou, dit zijn de bucktails, die heb ik in allerlei kleuren. Je ziet ook die felle groene erbij zitten. Ik ben er een beetje van afgestapt. Ik zit tegenwoordig eigenlijk helemaal op synthetisch materiaal en ik zal je vertellen waarom. Dit is mijn meest favoriete streamer die ik gebruik. Deze kleur en deze combinatie. Dit is synthetisch materiaal. En synthetisch materiaal heeft de eigenschap dat het geen water opneemt. En waarom is dat nou van belang? Als je een bucktail streamer hebt met een zonkerstrip of allerlei andere furs, pelsmaterialen. Hier heb je zo'n ding. Wat er dan kan gebeuren is dat, je moet je voorstellen als die snoek die streamer spot. Hij gaat er achteraan. En wat hij doet is dat hij er naartoe draait. Hij trekt zijn bek open en hij trekt een soort vacuüm. En met dat vacuüm, hij zet zijn kieuwen open, is de bedoeling dat hij die streamer naar binnen zuigt. En daar zit het, voor mijn gevoel, het belangrijke verschil tussen synthetisch materiaal, wat ik hier heb, en dit soort natuurlijke materialen. Dat natuurlijke materiaal neemt relatief veel water op, waardoor het zwaar wordt. En op het moment dat zo'n streamer naar binnen gezogen moet worden, geeft hij een heel klein beetje weerstand. En dat kan net genoeg zijn. Het gaat allemaal om kleine fractionele dingetjes. Het kan net genoeg zijn om die streamer of net buiten, of net op het randje van zijn bek, of net aan de buitenkant te laten hangen. En daar krijg je volgens mij meer missers op. Dus ik kies ervoor om natuurlijke materialen te gebruiken, synthetische materialen te gebruiken. Dus dat is dit soort materiaal wat je hier hebt. Uiteraard is dat er. Dit spul, hoe heet het ook alweer? Select Craft Fur in het wit. Nou, dat is met dit ook. Dat is synthetisch materiaal, neemt geen water op. En er is nog een heel belangrijk pluspuntje aan. Dit materiaal is veel sterker. En op het moment dat je hiermee vist, dan gaat die streamer niet uit elkaar vallen. Ze plukken er geen stukken af. Dat heb je enorm met, tenminste is mijn ervaring, met bucktail streamers. Die worden gewoon helemaal uit elkaar getrokken op een gegeven moment. En ja, heb je dan een bucktail streamer waar je 10 snoeken op kan vangen, dan ben je eigenlijk al spekkoper. Want meestal zien ze eruit als een kerstboom naar de kerst. En dan met name lang naar de kerst. Ja, dat heb je hier eigenlijk niet mee. Dit soort synthetische materialen zijn vele malen sterker. En in een extreem geval, ik heb er hier een liggen. Zo gaan ze eruit zien als deze. Heeft, ik denk, misschien wel 75 snoeken gevangen. En dan wordt het natuurlijk wel een dingetje waarvan je denkt van ja, wil ik daar nog mee vissen? Ja, weet je, ik wel. Want ik vang, als die er zo uitziet, er echt niet minder op als dat die net nieuw is. Dit zijn er wel wat langere, hè, maar ze zijn wat mij betreft uitstekend. En hoe gek ze ook gepakt worden, ze blijven gewoon sterk. En als dit in het water ligt, zie je het er weer gewoon schitterend uit. Ja, voor mij synthetisch materiaal 6-0. Ik bind ze zelf. Zoals je kunt zien, ik zal hier
Ik heb van een Belgische vriend een keer wat mooie streamers gekregen. Nou, die maakt echt kunstwerkjes. Excuses, maar ik zal je wat laten zien. Die maakt, en er zijn heel veel mensen, waarschijnlijk ook onder de mensen die hier naar kijken. Vissers die in dat vliegbinden echt passie hebben en er een hobby van gemaakt hebben in de hobby. Ja, dit is, zijn streamers, die heb ik van een Belgische vriend gekregen. Ik vind ze prachtig. En ze zullen ontzettend veel vis vangen, want hij vangt er ook schitterend mee. Hij vist inmiddels op dezelfde manier zoals ik het doe. Maar ik vind ze zo mooi. Bij mij komen ze aan de muur te hangen. En ik vis er niet mee. Ik vind het gewoon zonde. Want je vangt er voor mijn gevoel ook niet meer op. Als op dit. Ik bedoel, ja, deze die ik hier net had, is gebaseerd op het modelletje wat ik zelf maak. Maar ja, je ziet, ik heb er geen oogjes op zitten. Die glittertjes zitten er niet in. Ik geloof niet in dat een snoek is rustig op zijn gemak daar achteraan gaat zwemmen. En gaat denken van ja, is dat nou een visje of niet? Dat doet hij niet. Die snoek komt er achteraan. Hij heeft een trilling gevoeld of hij heeft dat ding gezien. Hij heeft trek of is agressief. Pak dat ding gewoon. En of dat hij nu oogjes heeft of niet, volgens mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Dit is waarschijnlijk het meest kritische punt waar heel veel commentaar op gaat komen. Nou, dat mag. Ik beweer ook niet dat ik het beter weet als een ander. Ik baseer het op de ervaring die ik zelf heb opgedaan. Ik heb ooit wel hele mooie streamers gemaakt met oogjes en flauwekul erop en aan. Maar het levert me gewoon niks meer op. En omdat ik het niet leuk vind, kijk, als je het leuk vindt, is het hartstikke mooi om dat soort streamers te binden en ermee te vissen. Want ja, ik kan me voorstellen dat het enorm veel voldoening geeft. Maar het gaat mij toch echt gewoon om het vangen van vis. En ja, daar doe ik hier net zoveel op. En omdat ik er zelf geen lol aan beleef om uren aan een vijs, zoals ik hier eentje heb staan, te gaan zitten en van alles nog wat te maken, is het zo dat ik er zo min mogelijk tijd aan wil besteden. En ik realiseer me, het ziet er niet uit. Geef ook helemaal niks. Maar ik schaam me er ook niet voor. Sterker nog, ik vind het eigenlijk wel leuk. Je kan, dit is er eentje die André Mieges heeft gemaakt. Hè, met een prachtige dragontail erachter. En gegarandeerd vangt dat vis. Hoewel ik zelf denk dat dit enorm aantrekt. Maar ik denk ook dat het gigantisch veel gemist wordt op die... Of in ieder geval dat je er veel missers op krijgt op zo'n dragontail of een wiggletail. Dus ja, weet je, fantastisch mooi. Echt een kunstwerkje en petje af voor mensen die zulke mooie dingen kunnen maken. Dit staat er in een schil contrast mee, maar ja, ik denk dat ik er minstens evenveel op vang. Dus voor mij no nonsense streamers, en als ik ga binden, mag je gerust weten, dan bind ik 10 van dit soort streamers. Er zijn allerlei theorieën over kleuren en wat je wel kan zien onder water en wat je niet kan zien onder water. En er wordt van alles nog wat over gezegd en geschreven. En dat zal gegarandeerd allemaal degene die het zegt of schrijft zijn overtuiging zijn. Daar heb ik ook bijzonder veel respect voor. Voor mij helder water, troebel water, diep, ondiep. Als je mijn video's bekijkt, dan zie je dat ik inmiddels al bijna een jaar lang vrijwel altijd met deze kleurcombinatie vis. Fluorgroen met wit. Prima wat mij betreft. Maar ik heb wel altijd wat streamers bij me in donkere kleuren. Om het idee dat wanneer ik op helder water zit en de zon schijnt en ik krijg geen beten of missers, probeer ik het wel. Dan waar men zegt van een helder water moet je meer contrast hebben, dus donkere kleuren. Nou, dan zet ik er zo'n dingetje op. En ik zeg er gelijk bij, meestal zijn ze er na een uur weer af, want het levert mij in ieder geval niet meer vis op. Maar goed, ik wil het wel altijd blijven proberen, want ja, iedereen kent twijfel als je geen aanbeten krijgt. Dus dan heb ik het bij me, dan probeer ik het. Dus voor mij, wat mij betreft, streamers, doe wat je zelf wil. Krijg je te veel missers, denk er eens over na om misschien in plaats van natuurlijk materiaal, synthetisch materiaal te gebruiken. En mijn favoriete streamer by far, dit dingetje. En ben ik gewoon erg succesvol mee. Dat voor wat betreft streamers. Ja, dan heb ik hier op tafel nog een dingetje liggen. En dat is ook voor de traditionele vliegvissers. Vloeken in de kerk. En dat is dit.
Dit zijn een soort van mini-spinnertjes die ik zelf maak. Die ik onder bepaalde omstandigheden gebruik. En ik heb daar wel eens op Facebook in verschillende groepen wat aandacht aan besteed. Maar men brandt het meteen af. Want vliegvissers moeten niet met een spinnertje vissen. Nou, waarom en wanneer gebruik ik dit? Hè, dit is een heel kleintje en dit is een iets grotere. Ik gebruik dit als het super troebel water is. Of wanneer vissen extreem slecht bijten. Wanneer je echt bijna geen beet krijgt. Waarom? Nou, in extreem troebel water vervalt het zicht van die vis. En dan praat ik echt over water met een zicht minder dan 5 centimeter of 10 centimeter. Dan moet die snoek het niet meer hebben van het zicht. Dan moet hij het volledig hebben van trillingen. Die vissen hebben een zijdelijn, een soort zenuwbaantje wat over de zijkant van het lichaam loopt. Daarmee vangen ze trillingen op. En kan ook een blinde snoek nog gewoon een aasvisje vinden. Maar een streamer geeft natuurlijk relatief weinig trilling. Als je een spinner of een plug of nou ja, wat voor een twister, dat soort, of shads, hoe heet het allemaal tegenwoordig. Dat soort kunstaas hebt, dat is allemaal gebaseerd op een trilling die het geeft. En soms een rammeltje erin. Nou, dat triggert veel meer als een streamer. Een streamer geeft minder trilling. Nou, heb ik omstandigheden waar het super troebel is, dan ben ik op een zeker moment een experimentje gaan doen met zo'n spinnerblaadje. Nou, die dingen die kun je kopen, die liggen meestal bij de zeevisspullen ergens in een winkel. En dit heb ik weer bij Fauna even gescoord. Nou, dit zijn de dingetjes die ik vaak gebruik. Inmiddels hebben ze ook, en die vind ik heel erg mooi, chroomkleurige. Die dingetjes die zet ik op een asje wat ik maak van RVS-draad. Nou, dat is ook weer te vinden in de zeevisafdeling, want dat wordt vaak gebruikt om afhouwertjes en dergelijke van te maken. Nou, daar zet je een connectortje aan, je draait er een oogje aan waar je een connectortje aan zet. Nou, ik heb hier dan nog een oogje op zitten, dat is helemaal niet nodig. Daar zit een koperen kraaltje, maar daar kun je ook een kunststofkraaltje voor gebruiken. En dat is ervoor om ervoor te zorgen dat dat spinnerblaadje vrij draait van die connector, omdat het anders niet wil draaien. Daaraan komt een ruitertje en daar zet je het spinnerblaadje op. En dan kun je eigenlijk een soort van mini-spinnertje maken, zoals je hier kan zien. En dat dingetje, dat zet je eigenlijk wanneer je normaal gesproken je staaldraadje rechtstreeks aan je streamer hebt zitten, zet ik die ertussen. En daarmee krijg ik in troebel water wat extra trilling. En toen ik de eerste keer zo'n dingetje maakte, toen had ik het bij me de dag dat ik ermee op pad ging. En toen heb ik in eerste instantie 2,5 uur lang gevist op de manier zoals ik het straks heb uitgelegd, zonder een aanbeet, op best wel een lastig water. En ja, ik denk, ja, dan moet ik toch eens iets gaan proberen met dat dingetje. Ik heb het niet voor niks gemaakt. Nou, het lijkt bijna een sterk verhaal, maar geloof me, het is echt waar. Ik zet er zo'n spinnertje tussen en ik denk dat ik 20 meter had gesleept en ik krijg een snoek op van 85 centimeter. Op een dag dat er echt gewoon geen beet was te krijgen. Het was ook heel troebel water. Dus ja, toen heb ik een periode gehad van pak een beet, nou misschien wel een jaar, dat ik bijna altijd met dat spinnerblaadje heb gevist. En ik kan je vertellen dat de traditionele vliegvissers me er helemaal op afbranden. Want een vliegvisser moet niet vissen met een spinnertje ervoor. Die mag niet vissen met synthetisch materiaal. Dat moet allemaal natuurlijk materiaal zijn. Dat moet allemaal op de klassieke manier. Nou, petje af, respect ervoor. Heb ik zelf ook gedaan. Werkt. Maar mijn spinnerblaadje leverde gewoon veel vis op. Alleen toen kwam er weer een najaar waarin ik weer heel veel missers kreeg. En ik heb daar straks geprobeerd uit te leggen dat zo'n snoek, zo'n streamer, pakt en een soort vacuüm trekt. En dan is dat spinnerblaadje best wel een belemmering. Dus gebruik ik het eigenlijk alleen nog maar wanneer het zo troebel is dat je echt geen doorzicht hebt. Of wanneer je totaal geen reactie van vis krijgt onder de normale manier van vissen. Wil ik er wel eens een spinnerblaadje voor zetten en kan je zeggen, ja, probeer het een keer. Want ik denk echt dat het verbazingwekkende resultaten kan opleveren. In ieder geval, ik schaam me er niet voor. En het vreemde is ook dat diezelfde mensen die in die groep zitten van het moet volgens het boekje, die vinden dit verschrikkelijk. Maar
ja, eigenlijk is dit niet veel meer als een twister hangen achter je streamer. Ja, en dat is blijkbaar volledig geaccepteerd. Nou, prima, ieder zijn eigen ding. Het gaat mij niet om, ik wil het niet per se volgens het boekje doen, ik wil gewoon snoek vangen op de vliegengel. En als dit dan een hulpmiddeltje is wat een klein beetje meer resultaat oplevert, nou, dan schaam ik er niet voor om dat te gebruiken. In ieder geval, als je video's bekijkt van, nou, pak een beet 2 jaar geleden, dan zou je zien dat ik dat ding heel vaak heb gebruikt en dat het ook gewoon prima resultaten oplevert. Dus doe ermee wat je wil. Houd er ook wel rekening mee dat zo'n dingetje heeft natuurlijk ook wel een klein beetje gewicht. Ja, dus wanneer je daarmee relatief ondiep wil vissen op water wat niet stroomt, zul je wel een behoorlijke snelheid moeten varen om het van de bodem af te kunnen houden. Nou, dan hebben we de belangrijkste materialen gehad voor wat betreft hengels, rails, lijnen, connectors, onderlijnen, verzwaring, spinnerblaadjes, streamers. Ja, dan rest eigenlijk nog een beetje de andere materialen en de grotere materialen die ik gebruik. Dat is een bellyboat. Ja, voor de bellyboat toen ik ben gestart met het vissen met de bellyboat, ben ik in eerste instantie met een boot met een binnen tube, een guideline boot met een, ja, noem het maar even, een binnenband erin gaan vissen. Maar ja, ik was er niet gek op. Het ding was redelijk instabiel. Het was wel, ja, een openbaring dat het allemaal werkte enzovoorts. Maar ik was er snel achter dat ik toch iets beters wilde. En toen ik er eenmaal plezier in begon te krijgen. En ik heb uiteindelijk een Savage Gear bellyboat gekocht. Een 1,70 meter met paddles. En daar heb ik, paddles moet ik eerlijk zeggen, daar zie ik eigenlijk geen meerwaarde in. Want paddelen met een bellyboat waar dan vaak ook nog van alles op en aan zit, levert geen niet echt een voordeel op. Ik heb een paar keer gehad dat ik tegen de stroom in een heel eind terug moest en dat ik het paddelen afwisselde met flink doorflipperen en dan kan het een voordeel zijn, maar ik heb er eigenlijk altijd meer last van gehad van die paddles dan gemak, maar goed, ieder zijn eigen ding. Ik gebruik ze niet. Ik heb mijn Savage Gear voorzien van een Flow Plus motortje. Ja, daar kan ook een elektrisch buitenboord motortje achter, dat moet iedereen ook weer op zijn eigen manier doen en nodig is het niet. Tenminste niet als je op wat rustiger water vis, zodra je naar een rivier op gaat waar het stroomt. Als er veel wind is, als je flinke stukken wil afleggen, dan vind ik zo'n Flow Plus wel een groot voordeel. En het vergroot simpelweg je actieradius. Je kunt, ik ben gewend ergens tussen de 8 en de 10 uur 3 keer in de week het hele jaar door op het water te zitten. En toen ik ermee startte, viste ik een relatief klein stuk. Dat wil zeggen dat, nou, pak een beetje 2 kilometer rond mijn vertrekpunt, was wel zo'n beetje het maximum. En ik viste ook heel veel stukken die ik eigenlijk na verloop van tijd niet meer zo interessant vond, omdat je er eigenlijk relatief weinig vangt. Nou, dat is het mooie van zo'n Flow Plus motortje onder je boot. Je kunt, of een ander merk motor, want ik wil geen reclame maken voor dat ding, maar ik vertel alleen maar wat ik gebruik. Ja, zo'n Flow Plus geeft je een veel grotere actieradius, waardoor je stukken kunt overslaan, maar ook eens op stukken kunt komen waar je normaal gesproken niet naartoe gaat, omdat het te ver weg is. En zit je op een rivier, ja, dan hebben we hier in mijn omgeving behoorlijk snelstromende rivieren. Ja, sommige tijden van het jaar stroomt het zo hard, hè, dat het gewoon heel lastig is om een stuk met de stroming mee te gaan en dan vervolgens proberen tegen de stroming terug te flipperen. Nou, dat is gewoon niet te doen. Ja, dus dan is zo'n motortje echt wel een must. Maar veel belangrijker vind ik, als je dit soort visserij wil gaan doen vanuit een bellybootje, dat je toch in ieder geval een dieptemeter op je boot hebt. En een dieptemeter of visvinder, hoe je het noemen wil. Ja, ik heb daar lang over getwijfeld. Ik heb 2 jaar lang vanuit de bellyboot gevist zonder een dieptemeter. En op water wat ik ken, dus ja, waar ik de dieptes wel redelijk weet, dacht ik. En waar ik ook best wel succesvol was, maar ik kan je zeggen, de beste aanschaf voor die bellyboot is echt die dieptemeter. Want sinds ik dat ding heb, interesseert het me eigenlijk zeker in de zomer niet zo erg of dat er nou vis zit of niet. Hè, want dat weet ik eigenlijk altijd wel.
Maar de diepte vind ik erg van belang. En in de eerste video die ik heb gemaakt over de techniek heb ik steeds gezegd dat ik op een bepaalde diepte wil vissen. Pak een beet ergens tussen de 2,20 meter of 2 meter en de 2,70 meter. Nou, en ik wil ook echt weten dat ik op die diepte zit. Hè? Want er zijn dagen dat het niet zoveel uitmaakt dat die snoek het echt wel van 2 meter dieper of ondieper komt halen. Maar er zijn ook dagen dat dat gewoon niet gebeurt. En dan moet je hem bijna over zijn kop slepen. En anders pakt hij het gewoon simpelweg niet. Nou, die dieptemeter geeft je de mogelijkheid om inzicht te krijgen van hoeveel water staat er onder mijn bellyboot. Nou, en ik volg dat echt secuur. Voor mij is het echt zo dat ik echt probeer een spoor aan te houden waar ik soms hele rare knikken maak. Omdat nou, de taluut die knikken ook maakt. Hè, om precies die diepte te volgen en te blijven ergens zo tussen de... Nou ja, de 2,20 meter en de 2,70 meter, hè, want voor mij is dat ongeveer de diepte op de wateren waar ik vis, waar die snoek te vinden is. En die dieptemeter heeft mij geleerd dat wat ik misschien vroeger dacht van een bepaald water niet altijd zo was. Soms vind je ineens op een heel groot water, middenin, een relatief ondiep stuk. Nou, is hartstikke interessant om dat langs de zijkanten af te vissen. Ja, en als je naar zo'n water kijkt, dan is... Voor mij was het altijd zo dat ik in eerste instantie focuste op de kanten. Hè, met name de kanten waar het wat dieper is. Nou, daar ging ik mijn kunstje doen en dat werkte ook prima. Maar door met die dieptemeter en zeker in combinatie met zo'n floatplus eens een keer een afstand af te leggen. Of eens een keer ja, zo'n water wat af te zoeken. Dan vind je soms ineens op een groot water diep ondiepere stukken. Met daar aan grenzen diepere stukken die hartstikke interessant kunnen zijn. Nou, die dieptemeter is wat mij betreft nou niet een must. Maar wel een enorme pre. En ja, daarnaast is het natuurlijk in de winterperiode gewoon interessant om veel vis te kunnen vinden. Hè. Concentraties, hè. In de winter zie je toch dat prooivis naar elkaar toe gaat. Nou, die snoeken liggen daar dan toch in de buurt. Nou, en dan kan het echt wel zo zijn dat je in een water waar je gewoon soms een half uur of een kwartier lang met het flipperen gewoon bijna geen vis ziet. Ineens een concentratie van vis zit. Blijft daar maar een beetje rondhangen. Vaak liggen ze daar. Nou, dat is het voordeel van een dieptemeter. Ik gebruik een simpele Lowrance dieptemeter. Hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in zeg maar LiveScope-achtige dieptemeters die er tegenwoordig zijn. Om bij wijze van spreken te kunnen cherrypicken. Van hier zit een grote, daar zit een kleintje, dus ga ik daar vissen. Nee, weet je, dan is voor mij de verrassing er een beetje af. Maar het instrument om te weten hoe diep je vis en niet uren op te diep of te ondiep water te vertoeven. En dat is wel een enorm voordeel van de dieptemeter. Flippers. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Goede flippers kopen. Ik heb Mad Cat flippers. De lange versie, overigens heeft Mad Cat volgens mij alleen maar lange versies. Nou, die lange versie is echt een enorm pluspunt. Dat geeft een enorme rust. Je kan veel rustiger flipperen als dat je met kortere flippers hetzelfde wil bereiken. Dus die langere flippers van de merken die er zijn, zijn prima. Wel in ieder geval belangrijk om erbij te vermelden. Hierboven kun je een fotootje zien van hoe ik mijn flippers heb veranderd. Eigenlijk heel simpel. Ik heb er een zekering aan gezet om het risico te vermijden dat je ineens een flipper kwijtraakt. Want heb jij geen motortje of een lege accu en je zit midden op een groot water zonder flippers en dan moet je nog niet eens denken aan een grote rivier waar ook beroepsvaart is, dat kan levensgevaarlijk zijn. Nou, dat kun je voorkomen door op de manier zoals je op de foto kan zien een koordje aan die flipper te zetten wat een extra zekering is dat als die uitschiet dat die in ieder geval aan je been blijft hangen. En ja, ik heb het zelf meerdere keren gehad hè, dat er ineens een flipper losschoot. Ja, dat kan zijn omdat je ze raakt. Hè. Als je met je voeten tegen elkaar komt en je raakt zo'n clipje, ja, dan kan die open gaan. Soms zit het niet helemaal goed dicht. Nou, dat kan in een gek geval ook nog eens een keer een riempje breken. Flipper kwijt, serieus probleem. En dus een bandje eraan, een extra zekering is van belang. Laatste dingetje wat ik wil benoemen is ja of nee een schepnet gebruiken. Ik heb nooit een schepnet gebruikt. Ik heb een hele periode gehad dat ik gericht op grote snoek met dood aas heb gevist. Van de kant af statisch met beetverklikkers en uren en uren op een beet wachten. Wel hele mooie resultaten, fantastische grote vissen.
En altijd zonder landingsnet gevist. In de bellyboot heb ik dat ook gedaan. Tot eind vorig seizoen. En ja, wat er gebeurde eind vorig seizoen, en die video kun je ook nog terugvinden. Ik had in dat seizoen nog niet zo heel veel metersnoeken gevangen. En voor mij is dat toch meters. Hè. Je kan zien dat ik een dagboek heb wat ik bijhoud in een videovorm. Omdat ik een doel heb om te proberen een 1,20 meter snoek te vangen. Aan de vliegenhengel vanuit de bellyboot met deze manier van vissen. Nou, het grootste wat ik heb gevangen is 1,17 meter met deze manier van vissen. Ik heb al grotere snoeken gevangen, maar niet met deze manier van vissen. Maar dat is het doel. En de laatste dag van het vorig seizoen had ik op dat moment 7 meter snoeken gevangen in dat seizoen aan de vliegengel. En ik krijg een van de laatste uren dat ik nog mocht vissen, krijg ik er weer een meter op. En het was geen 1,20 meter, hoor, zeg ik gelijk bij, maar er was zeker 1,7 meter, 1,8 meter, schatte ik. En ik had hem bijna handtam bij de boot liggen en ik was van plan om te pakken. En op dat moment schudt hij nog 1 keer. En had ik een schepnet gehad, had ik hem gewoon gehad en op dat moment kwijt. En toen ben ik er toch over na gaan denken, want ja, dat geeft dan toch, en zeker in dit geval, de laatste dag van het seizoen, de kans op nog een dikke meter. En het was ook nog een hele dikke vis, gebeurt dan niet. Ja, jammer. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik er toch eens over na gaan denken om met een schepnet te gaan vissen. En ik ben dat gaan doen en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er heel veel rust door gekregen. Want dat schepnet geeft je de mogelijkheid, zeker in een bellyboot, om wanneer je, nou ja, het verhaal van de vis die op het laatste moment losgaat, dat ben je kwijt omdat je schept die vis, je pakt hem niet beet en dat gaat allemaal toch wel wat rustiger. Maar je hebt ook rust, want je schept die vis en vervolgens ligt die voor je. En heb je de tijd om je vliegengel weg te leggen en om rustig je spul op orde te brengen. En daarna die snoek te pakken of ermee naar de kant te gaan of wat je er ook mee wil doen. En dus ik heb een schepnet gekocht. Nou, ik heb dit ding gekocht. Ik heb er hier eentje liggen. Dat is een Rosemeyer net, maar het maakt niet zoveel uit wat het is. Hè. Dit is een net van 60 bij 50. Nou, dat is een prima maat. Het leuke van dit net is, er zit een koordje aan met een magneetje. Waardoor je hem aan je bellyboot vastzet en hij klikt er zo aan vast. Een goede handgreep is wat mij betreft een uitstekend net. En ik zeg er eerlijk bij, ik heb dit jaar wat meer meters gevangen als de vorige seizoenen. Als je daar naar kijkt, dan zou je zien dat er toch af en toe eentje uitspringt. Maar het is ook een stukje onwennigheid van mijn kant. Gelukkig heb ik er een noordeindje gehad die eruit gesprongen is en die ik daarna kwijt was. En let op het verhaal met de wartels, want dat kan wel degelijk gebeuren. Nou, het is me gelukkig nooit gebeurd. Maar ik heb geloof ik dit seizoen al 3 keer een meter gehad die ik uiteindelijk wel heb gevangen, omdat ik hem een tweede keer kon scheppen, maar die er wel uitsprong. Dus het is wel degelijk opletten dat wanneer je zo'n vis schept, dan ja, ben ik er inmiddels al achter dat je hem eigenlijk, ik leg deze op de aluminium rail die voor me zit op mijn bellyboot en ik pak hem met één hand vast en dan kan ik met de andere hand mijn hengel wegleggen. Want zolang die met zijn staart in het water zit, loop je het risico dat hij zich afzet en dat hij er uiteindelijk uitspringt. Dat gebeurt zelden, eigenlijk nooit, met een kleinere snoek. Maar ja, het gaat ons toch heel vaak ook om de grotere. En daarmee loop je nou eenmaal dat risico. Nou, sinds ik dat net heb, moet ik eerlijk zeggen dat ik me ongemakkelijk zou voelen als ik het niet meer bij me zou hebben. Dus ja, heel tevreden van. En ja, een uitstekende aankoop. En of dat het nou dit net is of eentje van een ander merk, van Spro, of het kan me niet schelen. Is eigenlijk allemaal uitstekend, maar ik kan je wel adviseren er een mee te nemen, want ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat je spijt krijgt als je het niet hebt. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik nu zou willen vertellen over ja, mijn manier van vissen, de techniek in deel 1 en de materialen nu in deze video. En bedankt voor het kijken. En wie weet komt er een derde video als ik voldoende ideeën heb en, of vragen krijg. Hè. Je mag ze gerust stellen om daar ook wat aandacht, soms specifieke aandacht, dan op één onderwerp aan te geven. En daar nog een keer een nieuwe video van te maken. Bedankt voor het kijken. Ja, mocht je dit willen proberen. Nogmaals, niet het idee dat dit nou het allerbeste is en het enige wat goed is. Hè. Alle manieren zijn mooi zolang je er plezier aan beleeft en er vertrouwen in hebt, moet je het zo doen. Voor mij is dit de manier die werkt, waar ik succesvol mee ben. En ja, dat deel ik met jullie om,
om eens te kunnen overwegen daar ook op die manier naar te kijken en misschien wat te proberen. Geef gerust je reacties, stel gerust je vragen en ik zal proberen het allemaal te beantwoorden. Als het niet al eerder beantwoord is en als het niet in deze video besproken is. Bedankt voor het kijken. Veel plezier, succes. Vang die grote snoeken. En wie weet tot ziens aan de waterkant.